President van het Hof van Justitie, Iwan Rasoel Baks, meent dat er een behoorlijke inhaalslag gemaakt moet worden voor onderhoud van het rechtssysteem in Suriname en de organisatie daarvan. Hij sprak vandaag tijdens het congres ter gelegenheid van 155 jaar rechtspraak in Suriname met als thema rechtspraak toen, nu en de toekomst. Rasoel Baks stelt dat het Hof van Justitie sinds haar instelling op 1 mei 1869 heeft gewerkt aan het instand houden van de rechtspraak, ondanks vele tegenslagen. Er moet echter een inhaalslag worden gemaakt voor onderhoud van het rechtssysteem en de organisatie daarvan. Ik juich daarom de samenwerking met de Nederlandse rechtspraak en het gemeenschappelijk Hof van Antillen toe, ook met de vrienden van de rechtspraak en het Surinaamse recht, die kosten nog moeite besparen om de schouders onder het werk te helpen zetten, zo gauw ze daartoe de ruimte vinden. Nieuw BW, belastingrechtspraak en een nieuwe organisatiewet van de rechterlijke macht zijn in aantocht. En als de tekenen niet bedriegen, dan is het nog dit kalenderjaar. Ik weet niet of de voorzitter van het parlement hier is, maar het is dit kalenderjaar nog het liefst. Er ontstond anderzijds nabuurschap met de Caribbean Court of Justice, waarvan Suriname in 2005 de originaire juridictie heeft geaccepteerd. Rasoel Baks ging verder in op de toekomst van het Surinaams rechtssysteem en de organisatie daarvan. Het congres bestaat uit 4 blokken waarbij er inleidingen zijn verzorgd en daarna gediscussieerd is over de verschillende juridische topics. Aan het congres participeerden ook vertegenwoordigers van Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, Vereniging van Economisten in Suriname, de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, de vakbeweging, de Surinaamse Orde van Advocaten, SOFA, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Surinaamse Juristenvereniging, vertegenwoordigers van de wetgevende en uitvoerende macht, het notariaat, de deurwaarderij en de staande en zittende magistratuur.